Hey, Rosa, je zit hier nu een jaar. Hoe groot is dat recruitment team? Want hoeveel mensen nemen jullie aan in een jaar? Nou, wisselend hadden we in 2012 ongeveer 250 vacatures. 250? Ja, Wauw. terwijl zeggen het jaar ervoor waren het er 350, dus Ja. het neemt wel iets af. Ja. Maar het gebeurt natuurlijk ook nog wel eens dat managers zelf met een oud stagiair of ook eens wat regels. We zien ook niet alles voorbij komen. Maar Ah, in oh, van die 2012. dwarse managers Ja, die precies. stiekem vacatures lopen in te vullen. En als jij dan vervolgens, hè, wie heb ik aangenomen? Ja, oké, okay, Ja, nee, herkenbaar. dus vorig jaar waren het er 250 en we doen het met Ja. z'n tweeën. We hebben, wat ik al zei, vier divisies. Die Ja. hebben we verdeeld. Dus ik Ja. doe er twee waar ik voor werk. En mijn collega Yvette, Ja. die doet er ook twee. Ja, collega Yvette. Ja, Ja. die zei leuke Recruiter FM. Nee, oké, okay, nee. Werken.fm, hè, is het. Werken.fm. Al meer dan een jaar. Hey, wat ik me afvraag, hè. We hadden het net even over de dingen waar jij naar kijkt. Hè. Is er nou ook iets. Want is het zo dat je een Amerporter bent en een Amerporter blijft? Is dit een bedrijf waar je gewoon, als je hier eenmaal zit, dat je dan het niet meer los kan laten? Nou, ik denk als je net ook, de mensen die ik heb geselecteerd, die vandaag langskomen. En ook, ik ga natuurlijk zelf ook veel op locatie, ik spreek veel mensen. Dat zijn allemaal wel mensen die hier heel lang werken. Ja, oké. En Okay. ja, ik denk dat het ook toch weer mee te maken heeft met het gevoel voor de cliënten. Ja. En de band die je ook opbouwt. Dat denk ik Ja. voor medewerkers soms moeilijk is ook om dat ook los te laten. En we zijn natuurlijk een onwijs grote organisatie. Dus er Ja. zijn ook binnen Amerport heel veel mogelijkheden. Je zegt na een jaar of vijf van, hé, hey, deze doelgroep ken ik. Ik zou graag eens met een andere doelgroep willen werken. Zijn er ook alle mogelijkheden voor. Okay. En dat doen we ook binnen recruitment bemiddelers. Ja. Mensen zeggen van, nou, ik De zou graag interne, de interne interne. Oké. Okay. recruitment. Ja, Ja. dus mensen kunnen bij ons een interne recruitment aanvragen, een Ja. gesprek. En dan Oké. gaan we gewoon met ze kijken van, hé, wat heb je gedaan? Waar wil je naartoe? En hoe kunnen wij daarin in begeleiden? Want we zijn vandaag in de locatie in Baren. Ja, En klopt. hoeveel locaties heeft Amerport in totaal? In totaal hebben we ongeveer zo'n 350 locaties. 350 Ja. locaties? Ja, Wauw. dat wisselt natuurlijk nog wel eens. Soms komt er Ja. eentje bij of er gaat er een weg. Maar Ja. ongeveer 350. En hoeveel mensen werken er in totaal? 2400. 2400. Wauw. Ja. En dit, Wauw. ja, hier in Baren is eigenlijk nog maar een klein stukje van wat we natuurlijk allemaal te bieden hebben qua Ja. locaties. Ja. Hey, heb jij nou als recruiter, kom je nou op alle locaties? Of, Nee, dus nee, dat vraag ik me dan af. het is onmogelijk om alle locaties Ja. regelmatig te bezoeken. Maar Ja. ja, toen ik begon, ik kwam zelf niet uit de zorg. Ja, dan is het natuurlijk gewoon belangrijk dat je weet wat er leeft, wat er speelt. Dus ik probeer zeker wel regelmatig bij locaties langs te gaan. Ja. Om daar informatie vandaan te halen en me ook goed te kunnen inleven in wat we nou precies zoeken. Ja, want dat vroeg ik me af. Is het dan ook bijvoorbeeld voor jou belangrijk om in te leven in de doelgroep, in de Ja, cliënten waar jullie mee absoluut. bezig zijn? Ja, zo ben ik laatst. Hè, we hebben net over moeilijk verstaanbaar gedrag geweest. Gewoon of gehad, ben ik ook gewoon eens een avond gaan meedraaien en blijven eten om te kijken van, hé, wat speelt er nou binnen zo'n doelgroep en hoe gaat dat en hoe ziet dat eruit en hoe gaat zo'n dienst? Ja. Om enerzijds mij te kunnen verplaatsen in de begeleider, maar anderzijds natuurlijk ook me te kunnen verplaatsen. Ja. Maar ook als ik mensen spreek te kunnen vertellen over Ja. zo'n locatie. Ja. Want ik krijg ook heel veel vragen ook van mensen die mijn sollicitatiegesprekken afnemen. Ja, hoe gaat dat dan? En dan Ja. kan ik dat natuurlijk veel beter vertellen als ik het zelf heb gezien, Ja. als dat ik dat vanaf een internetverhaal moet Oké. voorlezen. En als je nou zelf hier als een van de begeleiders gaat mogen werken, wat spreekt jou dan het meest aan? Oeh, dat is een lastige. Ja, alleen maar lastige vragen hier bij WerkFM natuurlijk. Ja, ik denk dat het toch wel is met cliënten met een wat hoger niveau. Ja. Dat je daar meer interactie mee hebt en echt kunt communiceren. Ja. Ja, en we hebben een divisie, dat is de divisie regio. Daar wonen bijvoorbeeld cliënten met syndroom van Down. Ja. En dat vind ik wel een hele leuke doelgroep om mee te werken. Okay. Dat is ook wel de plekken die ik heb gezien waar ik dan zelf heel erg blij van word. En Ja. waar je gewoon heel veel energie van krijgt. Ja. Krijg je veel liefde hier? Ja, absoluut. Ja, hè? Ja. Ja, dat merk je vanaf het moment dat je hier door de deur Ja. heen loopt, merk je dat al. Ja, natuurlijk als je het terrein op komt rijden, dan voel je dat eigenlijk al meteen. Als je hier het terrein op komt rijden, dan denk je dat je in een vakantiepark terecht bent gekomen. Zo mooi is het hier. Ja, het is natuurlijk nu helemaal mooi door alle sneeuw die er is Ja, nee, gevallen. maar het is echt Maar prachtig. Het is echt ja. prachtig. Ja. Hey, Rosa, nou, ik ben heel benieuwd wie we allemaal gaan spreken. Ja. Ik heb er heel veel zin in. Ik ook. Ik heb er echt heel veel zin in. Nou is er een beetje een klein bijzonder verhaaltje waar we het nog even over hebben. Ja. En Ja. dat is Karin. Karin Luidens, ja, Ja. onze manager recruitment en mobiliteit. Die Ja. gaat na ruim 6 jaar Amerport verlaten. Zij Ja. werkt nu 6 jaar in deze functie en daarvoor heeft ze ook in het veld gewerkt Ja. een tijd. En zij gaat weg bij Amerport en Ja. dat is wel ontzettend jammer. Ja.
Dus, we gaan een nummer van Crashup voor de draaien. Ja, ik vond het wel een toepasselijk nummer. Ik zat vanmorgen in de auto te denken, oh, het is wel leuk om voor Karin een plaatje aan te vragen. Ja. Dat is een nummer van Crashup en dat heet No Goodbyes. Okay. Het is natuurlijk best wel moeilijk als je zo lang alles hebt gegeven om het los te laten. Ja, maar niet alleen dat, maar Karin heeft er ook prijzen met de recruitment hier gewonnen. Absoluut, ja. In de aanpak. En wat ik eigenlijk even voor iedereen die vandaag dit interview luistert, ga absoluut even kijken bij werkenbijhamerport.nl. Is het toch? .nl? Ja, klopt. Want, en dat vind ik echt het allerleukste, want we hebben het een tijdje geleden nog in de show over gehad, over bedrijven die stokfoto's gebruiken en net doen. Maar jullie doen ook gewoon, de cliënten zetten jullie ook gewoon heel erg op de werken bij website. En, klopt, dat vind ik echt heel bijzonder. Dat past natuurlijk ook heel bij onze visie en ik denk dat je dat straks ook wel van onze medewerkers gaat terug horen. De cliënt staat centraal en dat is niet alleen in het werken, maar natuurlijk ook in onze wervingsactie van die cliënt staat centraal. En ook het is voor de cliënt ook belangrijk van wat voor begeleider komt er en past dat. En die hebben daar ook echt iets over te zeggen. Ja. Het is zelfs zo dat op sommige locaties cliënten ook bij sollicitatiegesprekken zitten. Nou kijk, ik zou nooit aangenomen worden. Heb ik nu al bedacht, want ik ben veel te druk om met de cliënten samen te werken. Maar ik ben heel benieuwd. Dus ontzettend bedankt dat jij even het introductiewoord hebt.